with sunshine. Hallo lieve schatten, ik ben Refli en vandaag heb ik een super leuke video voor je. Ik heb namelijk een flip-through opgenomen van mijn Hobonichi, oftewel mijn creatieve journal. En dat is deze dikke jongen. En in deze flip-through laat ik je eigenlijk een kijkje in mijn leven zien. Maar dat is niet het enige wat ik doe in deze video. Ik geef je vooral ook tips en tricks om zo'n creatief journal, dagjournal, Hobonichi bij te houden. En vooral ook tips en tricks om niet van de kar af te vallen, zeg maar. Om het echt dagelijks bij te kunnen houden en om het vooral ook leuk te blijven vinden. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me vooral weten in de comments hieronder. En misschien wil je me ook laten weten of je ook een journaler bent, of je ook een dagboek bijhoudt, of een creatief dagboek, of misschien ben je een scrapbooker, of misschien ben je nog helemaal niet begonnen en wil je heel graag beginnen. Dan heb ik ook een aantal leuke video's. Sowieso mijn eerste Hobonichi video waar ik een spread opgenomen heb. Daarin laat ik alles zien wat ik allemaal gebruik. En anders laat je me in de comments weten de problemen waar je tegenaan loopt met journalen, wat je lastig vindt. Misschien kan ik je daar wel mee helpen. Oké, hupsakee, naar de video! Hallo, Refli hier en leuk dat je een kijkje komt nemen op mijn creatieve kanaal. Vandaag laat ik je een flip-through van mijn Hobonichi journal zien. Dit is een soort scrapbook, memory keeping, dagboek, bullet journal, alles in één. En ik heb hem via Etsy gekocht, linkjes zal ik delen. Het begin is nogal gek, want er zitten heel veel pagina's in waar je helemaal niks mee kan. Maar goed, daar moet ik nog gewoon iets leuks voor verzinnen om in te vullen. Maar waar ik vooral verliefd op ben geworden, is het geluid van het knisperende papier als je er waterverf op gebruikt. Luister. Nou, voor de echte papierliefhebbers onder ons, jullie vinden dit vast ook een heel fijn geluid. Oké, mijn woord voor 2020 heb ik voor ingeschreven en dat is ready. Ik ben meer dan ready om mijn dromen na te jagen. En ik schrijf alles wat ik meemaak in mijn Hobonichi. En in het begin heb ik een heel klein beetje gestruggeld met welke pen ik zou gebruiken. Zoals je hier ziet heeft het behoorlijk doorgelekt. Dat komt omdat ik aan deze kant waterverf gebruikt heb. En zoals je ziet vond mijn vulpen dat niet grappig. Nou ja, zo ontdek je ook weer dingen. Ik laat het lekker zo. Ondertussen heb ik wel uitgevonden dat het het fijnst is om te schrijven met of een Micron fijnlijner of een Staedtler. Mijn voorkeur gaat dan uit naar Staedtler, maar uiteindelijk kan je natuurlijk kiezen wat je zelf prettig vindt. En mijn Hobonichi gebruik ik om een soort dagboekachtig iets met plaatjes en illustraties bij te houden. Nou zie je aan deze linkerpagina, ik ben begonnen, ik wist even niet meer wat ik verder moest doen. Ik ben weer gestopt en dat kan ook gewoon. Je moet het jezelf vooral niet te zwaar maken en zeker niet, of te zwaar maken, te lastig maken. En zeker niet als je elke dag wil vastleggen. Zoals je hier ziet, 18 en 19 januari, ik wist bij God niet meer wat ik gedaan had. Dan maak ik gewoon een leuke pagina die ik leuk vind en dan is het ook gewoon helemaal prima. Dus ik denk dat je het je zeker jezelf niet te zwaar moet maken. Verder probeer ik elke dag even iets 's avonds met potlood in mijn Hobonichi te schrijven. Want weet je, morgen weet ik echt al niet meer wat ik gisteren gedaan heb en dat vergeet ik dan gewoon. En hier zie je ook iets wat ik al eerder een keer gemaakt heb en gewoon erin geplakt. Lekker makkelijk, weer een pagina gevuld. Zo kan je het ook zien. Ik heb ook een tijdje al mijn stappen per dag bijgehouden met een stickertje die elke keer een beetje hetzelfde was. En dan ben ik het weer zat en dan stop ik daarmee. Wat ik wel voornamelijk heel veel doe is een soort titeltje schrijven. En dat doe ik dan eerst met de hand met potlood, daarna met waterverf vul ik het in. Je kan het ook gelijk met waterverf doen. Als je een gek geluidje hoort, dat is Jack de Kat die net doet alsof die ging niezen. Niet dat je denkt dat ik die geluiden maak. Deze stickertjes zitten erin, want de tekst wat te persoonlijk was om zomaar even op YouTube te delen. Dus die heb ik dan maar even een beetje afgeplakt. Maar waar was ik gebleven? Oh ja, de titels. Ik gebruik dus heel graag waterverf in mijn Hobonichi. Dus ook als achtergrond, zoals je hier ook ziet.
En als tekeningetjes. Maar ook wat ik heel erg leuk vind is om die titeltjes met de hand te schrijven. En hier heb ik weer een beetje geprobeerd met de witte pen. De lijntjes te maken. Oh, dit is de dag waarop ik hem binnenkreeg. 15 februari heb ik al die postzegels uit Singapore, weet ik waar het vandaan kwam, Japan. Die heb ik er ook allemaal ingeplakt. En toen ben ik dus vanaf 15 februari eerst terug gaan werken naar 1 januari. En heel veel wist ik niet meer. Ik moest mijn agenda erbij pakken om te kijken wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in die maanden. En daarna ben ik dus elke dag een klein beetje bij gaan houden. Dus elke dag schrijf ik een paar zinnetjes in mijn Obonichi. Gewoon met potlood, heel kort, vandaag gewandeld, met die en die gesproken, dit of dat gebeurd. Hoef je helemaal niet uitgebreid te doen, want vaak als je een paar van die zinnen hebt, dan weet je daarna al gauw, oh wacht, oh ja, dat was dat en oh, dat was dit. Tenminste, zo werkt het voor mij. Verder gebruik ik alles wat ik gewoon nog in mijn kasten heb liggen. Want het is echt schandalig hoeveel spullen ik de afgelopen tijd, jaren, verzameld heb. Ooit ben ik als scrapbooker begonnen. Daarna kwam art journal en de mixed media erbij. En joh, ik denk dat je het misschien wel een klein beetje herkent. Kasten vol stickers, papier, stempels, inkt, cut-outs, weet ik hoe die dingetjes heten, ribbons. Nou, echt serieus, bakken vol. En op de een of andere manier met scrapbooking had ik altijd een beetje wat moeite. Oh ja, dit was een donkere dag. De dag dat de eerste maatregelen genomen werden. En ik dus ook wist dat ruim 25% van ons omzet van ons bedrijf teniet was gedaan. Dus het was best wel een beetje heftig. Dat schrijf ik er ook gewoon allemaal in. En hier was ik ongeveer tot en met maart gebleven. En ondertussen heb ik een nieuw videootje opgenomen. Want ja, daarna zijn we weer verder gegaan. Dus ik dacht, weet je wat, het is alleen dit bladeren door mijn journal. Als ik dat doe, ja, het slaat werkelijk nergens op volgens mij. Maar serieus, dit geeft me een gelukzalig gevoel. Het bladeren door die Obonichi. Oké, dus ik heb hier nog wel een heel stapeltje. Zie je dat? Wat allemaal, ja, ruitjes, planners. Geen idee wat ik daarmee moet. Zijn zeg maar niet de dagen, want ik heb dus echt een Obonichi op datum. 1 dag per pagina. Maar daar ga ik gewoon nog allemaal leuke dingen van maken. En hier kan je dus ook zien waar ik dus heel erg van hou. Stickertjes. Je hebt van Jane Davenport heb je ook die zakdoekjes, zeg maar. Die plak ik er ook gewoon in. En ik zal proberen te linken. Dit stickertje is van Katie. Dat is echt een superschat. En deze is van Jane Davenport. Dat is een soort zakdoekje. En hier plak ik bijvoorbeeld ook een foto, had ik gemaakt. En dat is van mijn scanner. Als je geen diabetes hebt, herken je het niet. Maar dat zijn mijn bloedwaarden. En die vliegen de afgelopen maanden alle kanten uit. Door de stress, door de paniek wil ik niet zeggen. Maar het gedoe, alles rondom corona. Daar reageer ik ook heel erg op als diabetes. Nou, verder vind ik het ook leuk om titels soms gewoon dwars door de pagina te schrijven. En ik probeer wel een beetje, zoals je ziet, kleurstellingen te houden. Hier heb ik de titel rechtsonder bij elkaar geplaatst. Maar dan probeer ik wel alles roze en rood aan stickertjes erbij te plakken. Kijk, die check zitten dan op de foto. Nou, hier zo heb ik dan weer wat meer kleurtjes door elkaar gebruikt. En dan zie je ook wel dat het gelijk wat onoverzichtelijker wordt. En het ligt er ook wel een klein beetje aan hoeveel tekst ik te schrijven heb. Want hoe meer tekst ik heb, hoe minder ik uiteraard kan tekenen. Hier had ik loeihard geschreven en vond ik dat wolkje ook wel grappig. Nou, en hier soms is het gewoon leuk om te illustreren. Dus dat parapluutje heb ik erbij getekend. Gewoon nagetekend van een ander plaatje. Dat kan ook gewoon allemaal. Je doet toch je eigen draai eraan geven. Hier weer wat persoonlijke tekst. Vaak is het ook gewoon een beetje uitproberen. Hier is een soort maandpagina. En dat is een foto van een art journal die ik gemaakt had. En dan vind ik het ook gewoon leuk om dat te gebruiken. En hier was Arjan jarig en heb ik meerdere foto's wilde ik erin hebben. Dus ja, dan moet ik toch een beetje hier en daar kleiner knippen om het op die pagina te krijgen. De foto's print ik overigens zelf. Hier zie je ook die linkerpagina, vind ik afgrijzelijk. Er klopt gewoon helemaal niks van. Het is gewoon een hele rare pagina geworden. En hier rechts heb ik ook gewoon uit Flow Magazine volgens mij gewoon plaatjes geknipt die ik leuk vond. En alles gewoon bij elkaar geplakt. Dus hier zit helemaal geen cohesive of hoe zeg je dat soort samenhangend geheel zit er niet in. En hier dan weer wel mijn eigen stickertje, cute. En hier probeer ik echt wel veel meer rekening te houden met de kleurstelling. Dus dat niet zalmroze en mint. En hier rechts, ik had heel weinig tekst. Nou weet je, dan plak ik wat meer stickers of ik teken wat meer. En hier vond ik het schattig dat die pandabeer een beetje op Jack lijkt.
qua kleur van zijn vacht, zeg maar. En de ene keer ben ik dus veel rommeliger, zoals je ziet, foto's van Ruben van een huiswerk, proefwerkachtig iets wat hij moest doen. En hier ben ik dan weer dat ik alles een beetje meer cluster, dus alles toch een beetje bij elkaar probeer te zetten. En dat is ook gewoon oké. Ik zie dit journal ook wel heel erg als spelen. Dus als een pagina een beetje naar eruit ziet of dat je later zegt, jemig mina, wat ziet dit er maf uit? Oh, kidcar of kutcar. Nou, dat stukje tekst moet je dan maar een keer lezen. Ruben had zijn been echt heel ernstig verbrand aan de uitlaat, zoals je hier dus ook ziet. En dan vind ik het toch wel een soort van bijzonder om het allemaal vast te kunnen leggen. Dat je al de dingen die je meemaakt, zoals ik dat vroeger met scrapboeken ook al deed, vast kan leggen. En dat je niet, net zoals dat scrapboeken vroeger, die complete pagina's had. Oh ja, hier wilde ik je vertellen. Bovenin heb ik dit keer de plaatjes geplakt, tekst in het midden. Of de illustraties. En ik heb ook de kassabon erbij gedaan van het eten. Dus je kan serieus alles toevoegen aan je Hobonichi. Je kan het eigenlijk zo gek maken als je zelf wil. Theezakjes plak ik er ook in. En ook misschien niet per se alles wat je meemaakt op een dag. Maar ook je gevoelens. Dus hoe je je voelt. Wat er gebeurde die dag. Waar je het wel of niet mee eens bent. Hier probeer ik dan weer wat met die foto's op de linkerkant. En rechts dacht ik, huppakee, ik kwak er gewoon een zooi waterverf op. Zo kan het ook gewoon. En hier zo is gewoon heel veel tekst. En mijn eigen stickertje. How cute is dat? Jongens, er komen serieus heel veel stickervelletjes van mij op de markt. Dus ik zou me maar goed in de gaten houden. Nou, dit was echt gewoon super stom. Ik had een hele grote print of een script, zeg maar, met de hand geschreven. En succesvol is niet met dubbel L, mensen. Gelukkig zag ik het. En de koopster is een lieve schat. En ik heb even een nieuwe gemaakt. Ik had hem nog niet opgestuurd, hoor. En hier ook weer, oepsie, er werd iemand hier uit bed gebeld door de mentor. Kan ook gebeuren, kan ook allemaal gebeuren. We zijn maar mensen. Hier vind ik het ook gewoon echt heel erg leuk om met waterverf en de titel toch verschillende paginaatjes te maken. Nou, lieve fans, gaat natuurlijk over de alle lieve berichtjes die ik van jullie krijg, wat echt fantastisch is om te krijgen. En rechts gaat het ook nog steeds daarover, alleen maar liefde. Dat ik verbaasd was over alle lieve berichten die ik kreeg over de online classes die ik gemaakt heb. Een Uno loser, dat ben ik vooral. Hier heb ik dus weer de tekst en alles gecentreerd, zeg maar. Hè? Dus de titel in het midden en hier alle plaatjes en afbeeldingen gecentreerd. Dat geeft toch een meer samenhangend geheel. En hier probeer ik weer, schrijf ik de tekst weer een beetje door de titel heen. En hier probeer ik juist weer alles een beetje te centreren rechtsonder. En zo ga je eigenlijk elke pagina weer opnieuw beginnen. Ik ga niet nadenken, ik moet mijn foto hier plakken of ik moet mijn tekstje daar plakken. Of ingewikkeld gedoe allemaal. Ik moet eerlijk zeggen, dat had ik met scrapboeken wel heel erg. Oh ja, Artifacts 20 jaar jongens. Ik heb gewoon 20 jaar mijn eigen bedrijf. Best heel cool. Corona, koep. Eigenlijk ook belangrijk om vast te leggen, Ruben niet opeens achter die bank opdook. Terwijl ik een foto van mezelf maakte. Oké, never not diabetes. Ook belangrijk om te vermelden dat dat ook een heel groot deel van mijn leven is. Dus wat ik daar meemaak, dat schrijf ik eigenlijk ook allemaal op. 75 jaar bevrijding. Ik vond het nogal wat. En zeker Tell Your Story, stickertje dus ook. De speech van de koning vond ik heel indrukwekkend. Juist omdat die dam zo leeg was. En over de persconferenties schrijf ik er ook allemaal in. Dus het zijn niet alleen maar onze familiedingen, maar zeker ook de dingen die in de wereld gebeuren. Dit was de dag dat ik live ging tekenen, wat echt een super succes was. Nou, dat vond ik zo fantastisch. Dat moet ik natuurlijk ook allemaal vastleggen. Hier gewoon heerlijk washi tape, stickertjes. Alles wat je maar kan bedenken. Jongens, als je een beetje creatief bent, dan ben je net als ik. Heb je bakken vol stickertjes en dingetjes die je kan gebruiken om eindelijk die bakken leeg te maken. En soms, zoals je hier dus ook ziet links, heb ik lekker productief, lekker veel ruimte gebruikt, omdat ik wist, ik heb wat minder tekst. En hier vond ik het ook heel erg leuk om een tekening te maken. Trouwens, deze, wacht, serieus. Ja, ik ga even linken naar de video, want deze pagina, daar heb ik gewoon een complete video van gemaakt. En nou, ik er toch opeens over nadenk, de pagina hiervoor, deze, daar is ook een complete video van. Ga ik ook linken. Dus die moet je zeker even bekijken, want dan zie je gewoon hoe ik zo'n complete pagina maak. Hier weer mijn eigen stickertjes, die ben ik momenteel volop aan het testen. En hier heb ik weer geprobeerd een beetje tonsuurton, een beetje groenige tinten, allemaal bij elkaar te houden.
En je kijkt hier weer naar een beetje wat meer waterverf aan de randjes. Het is gewoon leuk om daarmee te experimenteren. Ja, mijn eigen stickers. En dit zijn hartjes die ik een beetje gejat heb. Het idee van Ing. Dat is echt een hele lieve schat. Ik zal er ook taggen in dit bericht, in deze video. Ruben, die op zijn eerste dag dat hij een eigen hengel heeft, even een mega snoek vangt. Te grappig om dat ook vast te leggen. En hier had ik heel veel tekst. Dus nou ja, dan doe ik gewoon één stuk titel en wel een paar stickertjes natuurlijk van mezelf. En zo kan je elke keer weer een beetje beter verdelen. Dat patatje is een stickertje van Catnip. Daar ben ik super fan van. Zo leuk. De meisjesbarbecue, dat was met mijn vriendinnen. Hebben we braaf op 1,5 meter afstand. Lekker zitten barbecue met elkaar. Wat echt een topdag was. Je mist je vrienden gewoon echt in deze tijd. Althans, ik mis dat heel erg. Hot tub, daar zijn we naar aan het kijken. Of we dat kunnen gaan kopen. En hier had ik ook weer heel veel tekst. En dan offer ik wel een beetje de illustraties op. Eindelijk mijn cricketmachine. Kijk, mijn eigen stickertjes. Jippie, jippie, jippie. Ze zijn er overal. Oh, en die foto van Ruben. Nou ja, hij moest in kikkerperspectief. Dat vertel ik nog wel een keer. Echt grappig. Die vieze witte kat. Er is hier een kat en die komt gewoon binnen. Ziet er heel vies uit. En laatst schrok ik me echt de tandjes. Want hij zat opeens Jack's voorbakje leeg te kanen. En ik had niet direct door dat het niet Jack was. Jack heeft een witte staart en ik zag opeens, of een zwarte staart en ik zag opeens een witte staart. Help, verkeerde kat in huis. Oké, dat was hem alweer. Jeetje Mina, hier was ik gebleven. En dit zijn gewoon een aantal van mijn stickertjes die ik lekker aan het testen ben. Uiteraard in mijn eigen Hobonichi. En dit zijn dan de vellen die ik volschrijf voordat ik mijn journaling in mijn Hobonichi ga schrijven. Nou, lieve schat, super tof dat je het helemaal tot hier hebt volgehouden. Kijk dan, als je dit kan doen, als je zo kan bladeren, dat is toch helemaal het einde? Nou ja, goed, misschien spoor ik niet helemaal, geef niks. Ik word er gelukkig van. Lieve schattenbouten, ik hoop dat jullie genoten hebben van dit videootje met de flip-through van mijn complete Hobonichi. En ik zie jullie over een week. Doei!